Zoals dat heet bij Sparta. Hij kwam bij AZ niet meer in aanmerking voor een basisplaats. En vanavond speelt hij voor het eerst thuis op het kasteel in een Sparta-shirt. Jeroen Dost, Drost moet ik zeggen, speelt in het centrum van de verdediging. Hij vervangt de geschorste Kevin van Diermen. Drost vormt een koppel met Sivart Sprokkel. Het commentaar bij deze wedstrijd is van Bas Ticheler. Valkenburg, mooi gespeeld. Strootman. Kaya trapt weg, maar trapt tegen Touzani op. Zo mag Sparta door. En krijgt Valkenburg een vrije trap na de overtreding van Sprokkel. Poupon heeft in het verleden wel eens laten zien dit goed te kunnen. Van deze afstand. Het is ook Poupon en Veldhuizen moet zich inspannen om een treffer van Sparta te voorkomen. Goeie trap van Raidel Poupon. En een goede redding natuurlijk ook van Veldhuizen. Green. Kolk raakt de bal kwijt. En Sparta mag gooien. Strootman. Poupon. Valkenburg en John voor het doel. Daar komt ook de bal. Goeie knal van Valkenburg. Nilsson. En weg is hij nu, Nilsson. Viergever is erbij. Touzani zet hem van de bal. Toch nog Nilsson. Kolk. Grote kans voor Vitesse in het begin van de tweede helft. En Kolk is er dichtbij. Valkenburg. Toch buitenom. Maar dan moet die jonge Pin nog een keer voorbij. Strootman. Van afstand dan maar eens geprobeerd. Maar waard, is dit nou eigenlijk voor schot? Dit lijkt nergens op. Zoals de hele wedstrijd eigenlijk. Komt er niet door, Duplan. Maar krijgt wel een vrije schop. De overtreding van Stefanovic. Strootman achter de bal. Valkenburg met het hoofd en goal. En zo is de wedstrijd dan toch opengebroken door deze middenvelder die zijn 8e treffer van dit seizoen maakt. Sparta met John. Duplan. Struikelt wel heel opzichtig, maar krijgt uiteindelijk een hoekschop. Het is Joshua John die de ballen trapt van die kant. Veldhuizen zit mis, maar wordt gered door de lat. Adeleijer kopt en is heel dicht bij een beslissing in deze wedstrijd. Vitesse is tot dusver niet ingeslaagd om iets te verzinnen dat gevaarlijk is. Nu wel met Pluim en Kolk en de lat. Ook daar dus de lat die een doelpunt voorkomt. En zo blijkt dat één idee voldoende had kunnen zijn om weer langs zij te komen, maar Kolk had iets lager moeten mikken. Claudemier. Drost. Zou Vitesse dan de geest krijgen na dat moment van zo even? Nou, daar is Kolk weer. En daar is ook Celica. Rust en zelfvertrouwen ziet er anders uit. De spanning te lezen op het gezicht van Frans Adelaar en Adrie van Tichelen. Hofs. Stefanovic. Schutters. Hofs. En dan toch de knal van Stefanovic. Wat is Vitesse er toch dichtbij? 3 keer in een tijdsbestek van 1 minuut of 5. Pluim. Krijgt de bal nog voor. Nilsson. En weer de lat. Maar toch de goal van Green. Heel even nog dacht Sparta te ontsnappen. Pluim, knap hoe hij de bal nog voor krijgt. En de balbehandeling van Nilsson is groots. Het laatste zetje van Serginho Green en de gelijkmaker. Valkenburg, zou die weer?
Een hoekschop via het lichaam van Jeroen Drost. Hoekschop Strootman. Wie? Niemand dus. En Veldhuizen zit er net op tijd bij. 1-1 bij Sparta Vitesse. Het eerste uur totdat we achterkwamen een beetje te plichtmatig speelden. Gewoon een beetje zo van het komt wel. Niet agressief genoeg. Ik heb niet de agressiviteit gezien van de tweede helft PSV bijvoorbeeld. Maar goed, je ziet dat wij toen we met 1-0 achterkwamen en gas gingen geven, toen hadden we geloof ik wel 3 of 4 kunnen maken. Voor de groep hik je tegen die overwinning aan. Daar hoop je op. En daar moet je met elkaar aan blijven werken. Want we komen natuurlijk steeds dichter bij die volgende overwinning. En dat gaat een keer gebeuren. Alleen is het dan wel zonde dat je 2 keer over in de slotfase die afgelopen zaterdag dan een punt. En dan vandaag 2 punten nog weggeeft. Ja, dan gaan we kijken.